Geen sprake van fraude bij CBB. Het ministerie van Binnenlandse Zaken betreurt berichten van politici in de media als zou er zijn gefraudeerd bij de verstrekking van oproepingskaarten van Paramaribo Zuidwest. Ronnie Brunswijk heeft aangegeven een brief te zullen richten aan de procureur-generaal over vermeende fraude bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Het ministerie benadrukt dat er geen sprake is van fraude bij verkiezingswerkzaamheden. Alle activiteiten worden conform procedure afgewerkt. De afgifte van oproepingskaarten geschiedt volgens een specifieke procedure. Conform het print- en afhaalschema van de werkgroep oproepingskaarten zijn de kaarten van Paramaribo Zuidwest op 22 april 2020 uitgeprint. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.